Yo mensen, Jaraski hier, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Farming Simulator 2022. We gaan weer verder op onze boerderij, want als je op de aanhanger kijkt, dan zie je 22.500 liter aan sla staan. Met nog eens 8.000 liter aan tomaten. En dit gaan we letterlijk allemaal verkopen. En daarna zijn we nog niet klaar, want we hebben nog duizenden liters aan aardbeien en tomaten die ook verkocht moeten worden. Dus rechtsbovenin zie je mijn bankrekening opgeteld worden. 160.000. Maak er maar 165.000 van. 170.000 van. En op die manier gaat het vandaag door. Dus heb je er weer zin in? Ram er natuurlijk keihard op blijven om straks super gaaf vinden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Om op de hoogte te blijven van alle nieuwe afleveringen. En ook alle nieuwe uploads. En ik denk niet dat ze nog meer tomaten aannemen. Of wel? Jawel, jawel, jawel. Dit is echt het best lopende fastfoodrestaurant dat ik ooit in mijn leven heb gezien. De laatste 100 liter aan tomaten is verkocht. En dat houdt in dat we 83.378 euro hebben verdiend. En dat we de volgende aanhanger gaan ophalen. Het is naast het verkopen van onze gewassen vandaag ook tijd om onze suikerriet te gaan oogsten. Ook om nieuwe gewassen te gaan inplanten op nieuwe velden. Dus ja, het is echt weer heel erg druk. Maar weet je wat ik kan doen? Ik kan editen. Dus let goed op. De aanhanger is nu helemaal leeg. En 11 minuten later, oftewel 0,2 seconden voor jullie later, staat de aanhanger vol met 29.000 liter aan tomaten. En nog eens 1000 liter aan aardbeien. Want ja, meer past er niet op. Ik moet alleen nu wel even kijken waar wij de beste prijs voor tomaten krijgen. Want ik denk dat het fastfoodrestaurant niet meer de hoogste prijs kan garanderen. Dus terwijl wij hier voor een stopbord even stil gaan staan, zie ik dat de prijzen nog steeds het hoogste zijn bij het fastfoodrestaurant. Namelijk 1671 euro per 1000 liter. Dus ik weet niet hoe ze het doen, maar mij hoor je niet klagen. Ik ga het gewoon weer hier verkopen. En wat wij dan alleen nog later even moeten verkopen is nog ongeveer 20.000 liter aan aardbeien. En dan zijn alle drie onze gewassen, welke we in de broeikassen telen, zijn allemaal verkocht. En ik ga gewoon opnieuw weer achteruit inparkeren, want dat is en blijft het makkelijkste bij dit restaurant. Alleen, dan moet je niet tegen de garage door rijden. Sorry! Trek het maar van mijn loon af. Maar kijk die bankrekening optellen. Dit is toch heerlijk. Het verdient zo ontzettend goed. Maar nog steeds verdienen we voor sla het meeste geld. En tomaten en aardbeien ligt daar heel ver onder. Alleen, ja, we kunnen maar 50.000 liter aan sla opslaan. En om dus nog wel het hele jaar door te gaan met het produceren van gewassen, dan produceer ik dus als we die 50.000 liter aan sla hebben bereikt, nog tomaten en aardbeien erbij. Dus dit is eigenlijk gewoon allemaal extra. Nog 1000 liter te gaan. En dan hebben we gewoon bijna 3 ton op de bankrekening. Want ook voor deze aanhanger hebben we nog eens 50.069 euro verdiend. Dus ik zou nu eventueel een lening kunnen aflossen, maar ik wil vandaag ook nog nieuwe machines gaan kopen. Dus ik bewaar even het geld dat op nu op de bankrekening staat. Maar mochten we aan het einde van deze aflevering nog geld over hebben, dan los ik onze lening af. Want dan hoeven we daar ook geen rente meer over te betalen. Maar we zullen meteen al geld moeten gaan uitgeven. Want onze suikerriet is voor de tweede keer volledig gegroeid. Dus het moet ook voor de tweede keer geoogst worden. En de vorige keer hebben we hier zo'n 2 à 3 uur over gedaan. Maar ik heb geleerd dat het ook met een hakselaar kan. Het probleem is alleen dat we nog geen hakselaar in bezit hebben. En hij 515.000 euro is om te kopen. En om te huren 26.265 euro. Maar we moeten het een keer uittesten. We moeten er een keer voor gaan. Dus ik ga dit bedrag ervoor betalen. Automatisch moeten wij ook nog eens de kop, oftewel de maaier, ervoor huren. En die is nog eens 6120 euro. Dus in totaal zijn we nu 32.385 euro kwijt aan huurkosten. Maar kijk eens even wat er op ons staat te wachten. Dus laten we instappen. En dan starten wij de motor van ruim 1156 pk.
En ik weet niet precies de werkbreedte uit mijn hoofd, maar deze Meijer kan nog eens extra uitklappen. Dus voor nu lijkt hij niet heel breed, maar zometeen als hij volledig is uitgeklapt, dan gaat dit echt een eitje worden. In de toekomst zullen wij wel ook een hakselaar op de boerderij moeten gaan kopen. Maar ze zijn minimaal 300.000 euro. Deze in speciaal, omdat deze ook suikerriet kan, is 500.000 euro. Dus we moeten daar echt nog voor gaan sparen. Maar als wij mais implanten en willen van dat mais kelvoer maken, dan heb je ook een hakselaar nodig. Dus dit is de ultieme test. Kijken hoe dit werkt, kijken hoe dit gaat. Maar het is wel heel veel geld. Nu hoop ik dat onze aanhanger achter de hakselaar kan worden gekoppeld. Want ik zie daar namelijk wel een koppeltype zitten. Want dan hoeven we er niet extra naast te gaan rijden met een andere trekker. Maar dan kunnen we het dus... Oh ja, dat kan! In één keer doen. En dit is perfect. Dit is perfect. Dus de pijp die kan ik alvast uitklappen. Dus dan spuit u eigenlijk... het suikerriet in de aanhanger, die volgt de aanhanger ook. Dus ook al maken we een bochtje, dan volgt die de route van de aanhanger. En dan moet ik even opletten, want dan moeten we hem dus nog uitklappen. En dan zie je hoe breed die gaat worden, want hij klapt één keer uit naar links. En als die helemaal is uitgeklapt, klapt hij ook één keer uit naar rechts. En dit moet easy peasy worden. Ik maak echt geen grapje, maar kijk even naar deze voorkant. Dit monster kan je letterlijk opeten. Het is echt levensgevaarlijk. Maar we zetten hem aan. En dan moeten we nu gewoon het veld gaan volgen. En ja hoor, het gaat automatisch in de aanhanger. En ik weet niet hoe snel die aanhanger vol zit. Maar als die vol zit, moet ik hem even afkoppelen. En dan moeten we hem dus ophalen met onze trekker. En dan moeten we hem meteen naar onze suikerfabriek brengen. In de hoop dat die nog niet helemaal vol zit van de vorige keer. Maar, oh, hij gaat best wel snel vol. Hij zit nu al 25% en we hebben 20 meter gereden. Oh, dit is echt zoveel suikerriet. En als we dus nu 14.000 liter suikerriet hebben, dan wordt het omgetoverd in 7.000 liter suiker. Dus het gaat letterlijk door de helft. Maar dat is echt heel erg veel. De eerste lijn is helemaal afgemaakt. En dan moet ik nu even kijken, want als ik hem in zijn achteruit zet, ja, dit is wel tricky, want het is echt een lange combinatie. Maar dan kan ik vanaf hier gewoon weer doorgaan met de volgende kopakker. En er zit ook een kracht in die spuit. Hou je mond. Niet zeggen dat het precies is. Hou je mond, alsjeblieft. En 97% voor, 98% voor, 99% voor stop. Dan moet ik hem dus nu even een stukje in zijn achteruit zetten. Dit is heel even 300 IQ. Dat als ik nu de aanhanger loskoppel, dan rijd ik met de hakselaar weer naar voren. Dan laat ik de hakselaar hier staan. Want dan kan ik heel snel met onze Nieuw-Holland T8 Genesis naar de aanhanger rijden. Hem aankoppelen, naar de suikerfabriek rijden. En meteen weer terugzetten bij de hakselaar. Waardoor die dus heel snel weer kan werken. Mochten we twee aanhangers hebben, dan kunnen we dus ook met elkaar afwisselen. Maar dat hebben we niet. Dus we moeten het even op deze manier doen. Ik laat de motor van de hakselaar ook draaien. Puur omdat die gehuurd is. Oftewel, wij betalen de benzine toch niet. Mocht het onze eigen hakselaar zijn, dan zet ik wel even de motor uit. Maar ja, weet je, als we die hoeven te betalen, dan kunnen we hem gewoon laten draaien. En dat is ook makkelijker, want dan hoef ik hem zo meteen niet weer helemaal op te starten. Dus deze is aangekoppeld, 37.500 liter. En dan... Oh, we hebben dunne bandjes, dus op zich is dit niet heel erg. Gaat goed. En dan is hier de suikerfabriek, dat mooie, lelijke, witte, industriële gebouw. Nou, ik vind hem mooi, maar ik vind hem ook lelijk. Dus vandaar het mooie, lelijke gebouw. En dan kunnen we achteruit naar de garagedeur. En daar moet alles worden gedumpt. En de fabriek staat ook nog aan. Want wij hebben van de vorige oogstbeurt nog ongeveer 160.000 liter over. En je ziet dat het nu wordt aangevuld. Want er zit nu alweer 190.000 liter in de fabriek. Dus ik heb zo'n gevoel dat we het niet gaan redden. En dat we een klein beetje van de suikerriet ergens moeten gaan opslaan. Maar dit gaat verder gewoon geheel automatisch. Dus nu de aanhanger weer helemaal leeg is, kan die weer terug naar de hakselaar. En dan gaat dit vele malen makkelijker dan de vorige keer. Want de vorige keer konden we echt twee plankjes tegelijkertijd meepakken. En nu pakken we een rij van, ik denk, 8 meter werkbreedte mee. Dus hier kan ik het weer loskoppelen. Dan moet ik alleen... Wow!
Dat is er toch een straal, jongen! Oh, die knetten! Die zag ik even niet aankomen. Er gaat 100% zeker een TikTok van die uitspraak komen. Ik had niet verwacht dat hij zo ver kon spuiten. Dat is echt niet normaal. Maar laat hem maar weer zakken, alsjeblieft. Ja, toppie. En dan zijn we weer vertrokken. En dan zou ik nu alleen dit veld mee kunnen pakken. Maar ik kan ook gewoon in een rechte lijn rechtdoor rijden naar het andere veld. En dan hoeven we niet zo vaak te keren. Want dat keren is eigenlijk het lastigste. En als je naar rechts kijkt, dan zie je ook dat ik misschien een beetje door het veld heen ben gereden. Een helper is ook nog door het veld heen gereden. Dus ja, de opbrengst is net iets minder. Maar als je kijkt hoe hoog de opbrengst is, we hebben nu alweer 13.000 liter. En nu alweer 14.000 liter. En als ik even niet kijk, dan hebben we alweer 15.000 liter. Weet je, maak er maar 16.000, maak er maar 17.000 liter van. Dit gaat zo snel. De hele bende weer omdraaien. En ja, dan kan ik niet te scherp sturen, want dan knakt hij namelijk dubbel. Dus ik moet het even op deze manier doen. Gaat hij dat redden? Jawel, dat redt hij. Laat hem maar weer zakken. En dan volgen we gewoon weer onze weg. Maar wat ik ga doen, is ik ga even een timelapse starten met een Monster Cat muziekje eronder. Dus over ongeveer anderhalve minuut zijn we weer bij jullie terug. En dan hoop ik dat we helemaal klaar zijn met veld 47, 48 en 49. Dus geniet ervan. Wij hebben een klein probleempje, want ik was bezig met het lossen van lading nummer 6. Alleen zit onze suikermolen vol. Dus nu moeten we gaan bedenken wat we met de suikerriet gaan doen, want het moet geoogst worden omdat we de machine hebben gehuurd. De machine kunnen we maar voor één dag huren, want anders kost het opnieuw rond de 20.000 euro. En daar zit ik nu op te wachten, dus het is echt nog wel heel veel wat erop staat. Dus ik zou eventueel even in de tweedehands winkel kunnen kijken of er een aanhanger in de aanbieding is. Maar anders moeten wij misschien een vrachtwagen gaan kopen met aanhanger. Zodat al deze suikerriet tijdelijk in die aanhanger kan worden opgeslagen. En dat het later naar de suikermolen kan worden gebracht. Want om het te verkopen vind ik het ook zonde. Want suikerriet zelf levert heel weinig geld op, terwijl suiker heel veel geld oplevert. En ja, we hebben een fabriek staan. Dus als ik heel eerlijk ben, denk ik dat we even in de winkel moeten gaan kijken. Want een andere oplossing zou ik nu niet kunnen bedenken. Oh, dat is echt balen. Er zit dus gewoon hoeveel? Ik weet niet eens hoeveel liter. Volgens mij 350.000 liter in de suikermolen. Dus dat is nog eens 175.000 liter aan suiker. Kunnen we geen suikersnoep of suikerkoekjes gaan maken? Want we hebben echt superveel. Ik vul voor nu nog wel even deze hele aanhanger. Dat hij gewoon helemaal vol zit.
En dat we die dus ergens kunnen gaan opslaan met het afdeksel erover. Dat is het. 37.500 liter in de aanhanger. En hij zit dus helemaal tot de nok aangevuld. Ik kan hem wel even in een garage opslaan. Het afdeksel zit er overheen. Ga ik dit bochtje kunnen maken? Ja, makkelijk. Dat zijn overigens onze bijenkorven. Die staan er echt al jaren. En die leveren natuurlijk honing op. Dus je hoeft aan bijen verder niks te doen. Ze zorgen voor zichzelf. En uiteindelijk krijgen ze er heel veel honing voor. Die je natuurlijk ook allemaal kan gaan verkopen. Dus bijen is ideaal op je boerderij. Ze zijn wel duur om aan te schaffen. Maar als ze er eenmaal op staan, dan is het daar alleen maar winstgevend. Er gaat ook niks aan kapot. Je hoeft er niks aan te doen. Neerzetten. En wachten. Maar deze staat niet heel niks ingeparkeerd. Maar hij kan daar de komende maanden blijven staan. Ja, dit gaat moeilijk worden. Wij hebben geluk, maar ook weer pech. Want de enige aanhanger in de tweedehands winkel is de Klaas Cargos 67. En de enige gewassen die in deze aanhanger kunnen zijn gras, suikerriet en alle producten voor koeien. Dus als we deze kopen, kunnen we hem ook alleen maar gebruiken voor die bepaalde doeleinden. En dat vind ik zonde voor de 45.165 euro dat die kost. Maar als we gaan kijken naar vrachtwagens, is de goedkoopste 150.000 euro. En dan heb je alleen de vrachtwagen. Oftewel, dan heb je niet de aanhanger die ook nog eens 150.000 euro kost. En de Acroliner Muk 402, oftewel een maatje groter dan de aanhanger die we op de boerderij hebben, is ook nog eens 81.000 euro. Dus de beste optie blijft de tweedehands aanhanger die we misschien hierna meteen kunnen verkopen. Dus weet je wat ik doe? Ik koop hem voor 45.165 euro. We hebben geen andere keuze. Eén ding is zeker, want het is een hele mooie aanhanger. En ik vind ook wel dat er op een gegeven moment een Klaas Trekker op de boerderij moet komen. Want we hebben zoveel Klaas apparatuur staan, maar nog geen Klaas Trekker om de apparatuur mee te gebruiken. Dat het ook echt matcht. Want deze blauwe Nieuw-Holland met een groene Klaas is nou niet het allermooiste wat je kan hebben. Maar ik denk ook niet dat we het hiermee gaan redden. Maar ja. We gooien hem gewoon helemaal vol. En dan zien we wel hoe ver we gaan komen. Dus oh, je moet hem wel laten zakken, machine. Ik reed er bijna vol overheen. Maar hij is gezakt. En we kunnen hem dus helemaal tot de nok toe vullen. En nu is het wel zo dat we deze hakselaar hebben gehuurd tot het einde van de maand. Dus als wij nou aan het einde van de maand de fabriek weer helemaal bijvullen tot aan de 350.000-360.000 liter, dan kunnen we weer een stukje oogsten. Maar dan moeten we dus niet de machine zo meteen al terugbrengen. Dan moeten we gewoon op de boerderij laten staan. Helemaal om 2 voor 12 moeten we dan verder gaan oogsten. En dan moeten we denk ik wel kunnen halen. Hij zit voor 84% vol. Maar ik moet je zeggen, het meeste is nu wel geoogst. Dus ik ga er even met een brede bocht omheen. Dan moet ik alleen oppassen voor die stroomlijn die er loopt. Dus ik laat hem nu alvast zakken. En dan gaan we vanaf hier weer verder. En ja, het is nog 1 keer heen, 1 keer terug, 1 keer heen. Dus ik denk dat er nog op dit veld 50.000 liter staat ongeveer. Dat is mijn gok. Dus ik laat de aanhanger voor nu hier even staan. Ik laat de hakselaar voor nu ook hier even staan. En dan gaan we gewoon om 11:45 ongeveer de aanhanger legen in de fabriek. De rest van de beurt oogsten. En dan moet het redelijk goed uitkomen. Dan hoeven we dus niet extra te betalen voor de gehuurde machines. Maar ik ga nu niet stilzitten. Want ik ga door met de volgende taak. Want land 39 en land 41 moeten volgegooid worden met kalk. Nu hebben wij een onbeperkte voorraad aan kalk. Dus ja, we kunnen zoveel sproeien als we willen. Maar het moet wel eventjes gebeuren. Dus ik heb de Case Magnum opgestart. Dan staat onze kalkstrooier hier in de garage. En dan hoop ik dat hij nog vol zit. Maar dat weet ik niet zeker, want de vorige keer hebben we hem ook gebruikt. En oh, 88% gevuld. Oké, daar moeten we een heel eind mee kunnen komen. Ik denk niet dat we het helemaal redden.
Maar als we zo ver mogen komen, dan komt het wel goed. En ik ga er ook een helper voor inhuren. Dus wat wij doen, is we pakken even de kopakkers mee. We zorgen even ervoor dat de helper niet tegen ons hekwerk aanrijdt. En daarna kan hij het van ons overnemen. En dan kunnen wij ook meteen weer doorgaan met de volgende taak. Want er is meer dan genoeg om te doen op de boerderij. Dus vanaf hier kunnen we beginnen. Dus klap er maar uit. En ja, ik denk dat ongeveer ik vanaf hier wel goed rijd. Want ja, kijk, ik kan nog iets verder naar rechts. Maar dan pakken we ook een klein stukje van de aarde mee. Dat is helemaal niet erg. En ik denk dat ik dit veld het beste zelf even kan doen. En dan huren we voor het veld hiernaast, want dat is veld 39, huren we gewoon een helper in. Want dan weten we zeker dat hij gewoon niet ergens vast komt te lopen. Ik vertrouw de helpers niet. Dus vandaar dat we het even op deze manier oplossen. Maar, dankjewel. Hij wilde me niet uitzetten, had er geen zin in. Maar, je mag hem wel weer aanzetten. Kijk, dankjewel. Werkt hij nou automatisch of niet? Ik heb hem helemaal niet uitgezet of aangezet, maar hij stopte gewoon zelf. Dat zal ideaal zijn als dat zo is. Ik ga er nu achter komen als hij hem nu weer automatisch stopt. Oh. Oh. Dat doet hij dus niet. Nou, het grasveld heeft nu ook wat extra kool gekregen. Ik weet niet wat er net gebeurde, maar ik had hem niet uitgezet. Hij ging opeens uit en hij ging opeens weer aan. Maar ik probeerde hem uit te zetten, maar dat werkte niet. En toen probeerde ik hem aan te zetten, toen ging het automatisch. Ik heb geen idee wat daar gebeurde, maar... Als het maar op het veld ligt. Dat is het enige wat uitmaakt. Dus nu zal ik het wel even handmatig doen. Zet hem maar uit. Ja, goed zo. Dan rijden we over het veld van de buurman. En als we dan weer op ons eigen veld zijn, dan zetten we hem weer aan. En dan vervolgen we onze weg. Kijk. Zo hoort het te gaan. Het laatste stukje van dit veld. En dan moeten we even oppassen voor onze stenenberg. En nu had ik ook in de reacties gezien dat sommige mensen zeiden dat ik die stenenberg gewoon weg moest doen. Maar wij veranderen die stenen in kalk. Oftewel, wat we nu aan het strooien zijn. Alleen onze stenencrusher, die zit nog vol. Dus dat is de reden waarom die stenen op het grasveldje liggen, want ik kan ze nergens anders kwijt totdat de stenencrusher weer leeg is en totdat er dus weer nieuwe stenen in kunnen worden neergelegd. Dus ja, het ziet er niet uit, dat weet ik, maar ja, aan de andere kant, als ik ze verkoop, krijg ik misschien 1000 euro voor. En als ik ze gebruik voor kalk, dan scheelt het ons 1000 euro's, want dan hoef ik namelijk nooit kalk te kopen. Ik reed bijna tegen het hekwerk aan. Maar vanaf hier ga ik een helper inhuren. Dus Jake heeft het van ons overgenomen. Die gaat dit hele veld afmaken. Of die geeft ons een seintje wanneer de kalkstrooier leeg is. Want dan moeten wij hem zelf even bijvullen. En wat ik als laatste wil gaan doen, is ik wil een aantal machines gaan verkopen. Want wij hebben een hele lange tijd geleden 1 John Deere 1113 gekocht. En later een tweede erbij gekocht die wij kunnen combineren met elkaar. Zodat het 1 brede plant wordt. Maar deze planters zijn echt heel ongemakkelijk om te gebruiken. Want je moet ze eerst bij naar het veld brengen, apart. Dan moet je ze aan elkaar koppelen. Dan moet je ze apart aanzetten. Apart het gewas selecteren. Apart laten zakken. Je kan niet heel scherp sturen omdat het 1 rare machine is. En in de reactie zei iedereen dat ik ze moest gaan verkopen. Dus dat is precies wat wij gaan doen. Maar wij moeten even kijken hoeveel geld we ervoor terugkrijgen. Want als we ze beide verkopen, dan hebben we geen planter meer op de boerderij. Dus dan moeten wij automatisch een planter ervoor in de plaats gaan kopen. Maar dat kan beter wel een handige planter zijn. Want anders komen we met hetzelfde probleem te zitten. Dus ik ga eerst even kijken hoeveel geld we ervoor krijgen. Ik moet alleen niet vergeten om de 1631 liter aan kunstmest en de 934 liter aan zaadjes er op deze manier naast te zetten. Dus dan zijn ze helemaal leeg. Ja, dan hoop ik... Ik hoop op 35.000 euro. Ik zat in de buurt, want 46.922 euro krijgen we voor deze planten. Dus dat is bijgeschreven op de bankrekening. 37.365 euro krijgen we voor de tweede planter. En dat komt omdat deze langer in gebruik is geweest. Dus dat wordt ook bijgeschreven aan de bankrekening. En als laatste krijgen we 6906 euro terug voor de tandem aansluiting. Dus dat
wordt ook bijgeschreven op bankrekening. En dan hebben wij in totaal 299.829 euro tot onze beschikking. Maar ik ga wel even 100.000 euro van onze lening aflossen. Want er staat nog een lening van 300.000 euro open. Dus laten we dat veranderen in 200.000 euro. En met dat gezegde ga ik deze aflevering ook weer afsluiten. Dus mocht jullie hebben genoten, ram dan natuurlijk keihard op like, straks super gaaf vinden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van alle nieuwe afleveringen en ook alle nieuwe uploads. En de volgende keer moeten wij nog eventjes ons suikerriet afmaken. Moeten we ook even kijken hoe we het probleem gaan oplossen en moeten we nog veel meer gaan doen. Dus zoals altijd en elke keer weer opnieuw, hopelijk ook weer, tot de volgende keer. Bye bye mensen.